depressief, angstig of homoseksueel. Het waren ooit redenen om voor de dienstplicht afgekeurd te worden op S5. Oftewel, u bent niet stabiel genoeg om ons land te kunnen verdedigen. Dit is Geef 8. Ja, dat was een beetje schrikken geblazen toen de melding binnenkwam. Per post komt dan een melding binnen dat je moet melden voor een keuring. En ja, op een gegeven moment ga je naar die keuring toe. En dan loop je de procedure af. En dan op een gegeven moment krijg je een bericht dat je wel of niet goedgekeurd bent. Deze zomer staat onze provincie in het teken van Gelegerd in Gelderland. Dat is een festival over onze militaire geschiedenis. En tientallen musea en organisaties zijn bezig om die geschiedenis in beeld te brengen. Omroep Gelderland sluit zich daar graag bij aan met een zesdelige serie over de dienstplicht. In deze eerste aflevering van Geef 8 hebben we het over de keuring. Ja, dat staat hem ook binnenkort te wachten. En werkelijk het onderwerp plicht is voor deze jonge man en zijn leeftijdgenoten de moeite waard om het thuis eens rustig te bespreken. De oproep voor keuring en test is al ontvangen. Kort daarop volgde deze brochure met waardevolle inlichtingen voor de dienstplichtige, zowel als voor zijn ouders. Als je ruim 17 bent, dan krijg je als Nederlandse jongen een brief van het commando dienstencentra van het ministerie van Defensie. Nou, mijn trouwe oppas Thomas kreeg die ook. En daar staat in: geachte heer Wiersinga, met deze brief informeer ik u dat u bent ingeschreven voor de militaire dienstplicht. U hoeft echter niet in dienst, omdat er in Nederland geen actieve dienstplicht meer is. Sinds 1997 heeft ons land namelijk een beroepsleger. Thomas hoeft dus niet op te komen voor de keuring, maar als ons land hem ooit nodig heeft, dan wordt hij alsnog opgeroepen. Maar tot 1997 was het heel gebruikelijk dat je als Nederlandse jongen een oproepbrief kreeg om gekeurd te worden voor de dienstplicht. Keuring voor militaire dienst. Dat kost een dag, omdat we proberen zoveel mogelijk aan de weet te komen. Over je conditie, over wat je kunt en wat je wilt. Daar wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Meer over de keuring staat in dit boekje, dat iedereen vooraf thuis krijgt. Rechts? Rechts volgens mij. Onder. Rond 1980 werden er per jaar zo'n 120.000 jongens opgeroepen voor de keuring. Die kregen een brief met waar ze naartoe moesten. Hoeveel plekken waren dat in Nederland? We hadden 7 indelingsraden. En er waren 3 raden waar 60 jongens per dag kwamen. 3 raden waar 90 jongens per dag kwamen. En 1 raad van 100. Waar werden onze Gelderse jongens gekeurd? De meeste gingen naar Deventer, daar werden er 90 gekeurd. En ik geloof, als ik me goed herinner, dan het hoekje rondom Nijmegen, die gingen naar Roermond. Ja, dat klopt. In een gele dienstenvelop. Een treinkaartje en dat ik me 's morgens om 8 uur moest melden. Dat was vlak voor kerst. Dus dat werd toch wel een beetje afgeraffeld. En we werden vrij vlot goedgekeurd. Naast de Boreelkazerne in Deventer had je zo'n keuringsstation. Daar moest je je melden. En dan begonnen ze de hele ochtend. Ze begonnen met de lichamelijke keuring. Een belevenis min of meer net als de school. Er kwamen een aantal jongens die dag daar dus. Je voelde eigenlijk de discipline van wat je straks als militair zou moeten ondergaan. Dat was al meteen al een onderdeel van die keuring. Hoe zag zo'n hele keuringsdag eruit? Ze kwamen tussen 8:30 en 9:00 kwamen ze binnen en dan werden ze in 2 groepen verdeeld. En de eerste groep die onderging een psychologische test. En die ging naar een
indelingsofficier. En die ging vragen stellen in de trant van bij welk krijgsmandeel zou je willen. Luchtmacht, landmacht, marine. Okay. Marechaussee, wil je uitgezonden worden in United Nations verband. Al van dat soort van vragen. Wil je een officiersopleiding volgen? Wil je een onderofficiersopleiding volgen? En daar gaf hij een advies over. En dan de andere groep, die ging naar de keuringscommissie en die werd daar medisch gekeurd. En na de lunch werd dat omgedraaid. Dus je was echt een hele dag onder de pan? Je was een hele dag was je bezig. Hoe was de sfeer onder de jongens die daar binnenkwamen? Ja, een beetje soemi, een beetje gelaten, een beetje van we zien wel wat het wordt. Er waren natuurlijk ook jongens die pertinent niet in dienst wilden. En zij konden kiezen voor een vervangende dienstplicht. Die duurde wel een derde langer dan de militaire dienstplicht. Dat wel. Maar in die tijd konden ze zich bijvoorbeeld nuttig maken in de zorg. Maar daarnaast was er ook nog een kleine groep van mannen die zich totaal afzetten tegen dat hele militaire systeem en dus ook geen vervangende dienstplicht wilden doen. Dat waren de totaalweigeraars. Nou, ik had politieke bezwaren tegen de militaire dienstplicht. Ja, in die periode gebeurt natuurlijk heel veel in de wereld. Er was een koude oorlog, waren landen waar dictaturen waren die ook meededen in de NAVO. En nou, ik zag mezelf daar niet in deelnemen. En nou, het idee was van als je gewoon een beroep doet op de wet gewetensbezwaren, dan blijf je zelf wel uit de militaire dienstplicht. Maar voor de rest verandert er niks. En door te gaan totaal weigeren, zet je een duidelijk protest neer. Komt aanschouwt de activiteiten van Jehovah. Hoe hij verbazingwekkende gebeurtenissen op aarde heeft gesteld. Hij doet oorlogen ophouden tot het einde der aarde. De boog verbreekt hij en slaat de speer werkelijk in stukken. De wagens verbrandt hij in het vuur. Nou, als ik dat jarenlang gepredikt heb, dan is het natuurlijk voor mij moeilijk om precies het tegenovergestelde te doen. Ik geloof dat dit Koninkrijk van God het enige is die dat kan bewerkstelligen. En dan moet ik dit ondersteunen. Als God de oorlog verbreekt, ga ik geen oorlog voeren. Ja, als Jehovah's getuige wilde ik dus dat niet gaan doen, omdat het tegen mijn geweten ingaat. Want God die zegt, we moeten juist vrede bevorderen. Van ja, je gaat je niet zelf melden bij de gevangenis of bij de kazerne, zo van hier ben ik en ik wil weigeren. In die periode werden er vaker allerlei acties gevoerd. En wij hebben toen een actie georganiseerd. En daar ben ik toen uiteindelijk ook bij opgepakt, gearresteerd. In Nederland belanden totaalweigeraars standaard in de gevangenis. Dus ook Laurens Klappen moest eraan geloven. Gelukkig kreeg hij veel steun van buiten de gevangenismuren. Ja, eigenlijk kreeg ik vrij veel post en reacties van mensen. Ik had allemaal kaarten. Ik heb een stuk of vijf van dit soort dozen nog thuis staan. En het varieerde van 5 per dag tot soms meer dan 20 brieven en kaarten. Je ziet echt hele tekeningen van schoolklassen voorbij komen. Met hele aardige reacties van kinderen. Is het naar om dag en nacht alleen in de cel te zitten? Hoe lang zit u al in de gevangenis? Waarom we eigenlijk niet militair of iets anders worden? Dus ja, het is zich natuurlijk heel aandoenlijk van hoe kinderen hiermee bezig zijn. Ik vond het een hele intensieve periode. Van tevoren weet je van dat eraan zit te komen. Je bereidt je er wel wat op voor. Maar als het echt gebeurt, ja, dan zit je daar wel. En wat vooral heel moeilijk is, als er in de privé-situatie dingen gebeuren waar je graag bij wil zijn. Of vervelende dingen, maar ook wel mooie momenten. Dan zit je gewoon opgesloten. En je kunt niet zeggen van nou, ik ga er even naartoe. En ik probeer iemand anders tot steun te zijn. Of je kunt ook geen steun krijgen op dat moment. Dus dat maakt het wel heel zwaar. Ja, ik kan het niet weten wat zijn redenen daarvoor zijn. Maar normaal vind ik het natuurlijk niet. Je zit in een land en dat land als dat verdedigd moet worden, dan moet je er zijn, vind ik. Anders moet je ergens anders gaan wonen. Ik denk alleen dat je totaalweigeraar, ja, je moet dan de gevangenis in. Ik denk, ja, vind je dat waard om een jaartje te ontduiken van de dienstplicht? Dat waren uitzonderingen die kwamen in de krant. Dus ik denk niet dat het ook bij me zo zijn opgekomen. De neiging om te gaan weigeren, die is wat minder aanwezig. Ik denk dat je dan
toch uit een bepaald milieu moet komen die zeggen van we hebben een hekel aan het dienstplicht en we doen het niet. Voor mij was het één grote avontuur. De mensen die om politieke redenen niet wilden gaan, snapte ik niet. Je deed het voor koningin en vaderland en niet voor de politiek uiteindelijk. Het is ook een beetje landdien eigenlijk. Hè? En, ja. Maar echt totaal weigeren. Ja. Je had wel die Jehovah-getuigen die er vroeger per se niet deden of wat dan ook. Maar dat was eigenlijk de enige groep die ik kende eigenlijk toen de tijd. Net zoals Laurens heeft Napoleon gevangen gezeten omdat hij weigerde in dienst te gaan. Toen hij in 1952 niet voor zijn nummer opkwam, kreeg hij al gauw met de marechaussee te maken. En dan kreeg ik dus een geweer aangeboden. En dat heb ik 3 keer moeten weigeren. Dan heb je een officieel standpunt dat je echt 3 keer zegt nee. En toen werd ik naar de meerdere gebracht. En daar hebben ze mij dus in de gevangenis gezet, zeg maar. Kijk, wij erkennen de regering en de verantwoording die de regering heeft. Maar als het in strijd komt met mijn geweten, dan moet ik dat volgen. Maar dan moet je ook de consequenties daarvan gaan dragen. Nou, de gevangenistijd voor mij was niet onprettig. Ik heb het altijd, we hebben heel veel kunnen studeren natuurlijk over geestelijke zaken. En wij hebben het altijd ervaren als dat het mijn principe was. Dus als je voor je principe staat, ja, dan moet je er ook de consequenties van dragen. Dan moet je niet gaan zitten piekeren erover. Ik heb opgesloten gezeten in eerste instantie in Nieuwersluis. Daar hebben we een week of 2 gezeten. En daarna ben ik overgebracht naar een regulier huis van bewaring in Arnhem. Dus dan zit je tussen alle andere mensen die voor allerlei vergrijpen vastzitten. Ik schreef in die tijd een column voor Hervormd Nederland. Daar een soort dagboek hield ik bij. Maar daarnaast deed ik ook de gewone dingen die andere gedetineerden doen. En dat houdt in wasknijpers maken, dingetjes plakken, eenvoudige werkzaamheden. We zijn voor het leven, geen man, geen vrouw. We zijn voor het leven. Dit is een verklaring aan het Nederlandse volk van de antimilitaristische actiegroep Onkruid. Onkruid heeft het leger de oorlog verklaard. Militarisme is de basis van onze samenleving. Een samenleving die bol staat van tegenstelling. Ja, Onkruid was een antimilitaristische actiegroep. Die is ontstaan uit de Verenigde Dienstweigeraars. En in de beginperiode waren het vooral acties rondom de dienstplicht. Om dienstweigeraars te ondersteunen, om er publiciteit voor te creëren. Dus er werden posters geplakt in steden. Men was ook aanwezig bij rechtszaken die gevoerd werden. Dus om maar te zorgen dat het politieke statement wat je wilde maken, dat breed verspreid werd. Op een gegeven moment werden dus Jehovah's getuigen gedoogd dat ze niet in militaire dienst hoefden. We moesten natuurlijk wel duidelijk kunnen aantonen dat je Jehovah's getuige was. En dat is natuurlijk dan ook dat ze plaatselijke gemeenten een aanbeveling moest geven van hij is een Jehovah's getuige. En dan werd je vrijgehouden van militaire dienst. Tot de periode dat in één keer de militaire dienstplicht werd afgeschaft en een beroepsleger is gekomen. Er werd gekeurd volgens een bepaalde methode, de Abosis-methode. Dat was geen Nederlands, hè? Dat was Canadees. Dat was overgewaaid vlak na de Tweede Wereldoorlog, vanuit Canada inderdaad. Omdat de Canadezen gemerkt hadden dat het verdelen van de groep in geschikt of ongeschikt niet voldoende was, want niet iedereen was even geschikt. Dus daar werd een onderscheiding gemaakt. Ja. Waar stond Abosis precies voor? Abosis was een acroniem. Dat stond voor de A voor algemene ziekte, zeg maar. Ja. De B voor bovenste ledematen. Ja. De O voor onderste ledematen. Benen en voeten. Knieën. En rug. En rug. De Z voor horen. Mm-hmm. De Z voor zien. De H voor horen. Ja. I, intelligentie. En S, de beroemde psychische stabiliteit. Waar de S5 zo bekend door is geworden. Yes. Zeg maar. Juist. Je werd dus eigenlijk lichamelijk gekeurd op je houding, op je hoe je in elkaar zat. En ik denk dat daar dus ook al een klein beetje redelijk werd bepaald in welk onderdeel van het leger dat je dus geplaatst zou worden.
Ja, je bent redelijk onder de indruk omdat je 18 jaar en je komt toch in een hele andere wereld binnen. Dus ik was nogal timide, denk ik. Ja, dan sta je daar met allemaal jongens van rond de 18 en dan word je gekeurd die dag. Kijk, of je kleurenblind bent, je gehoor, je ogen en verder, ja, je rekensommetje moest je maken en zo. En dat was het eigenlijk. Er stelde niks voor eigenlijk. Wilt u diep inademen, adem inhouden en stil blijven staan? Terwijl de ene gekeurd, waarbij de lengte wordt gemeten, het gezichtsvermogen wordt bepaald en ook de inwendige mens nauwkeurig wordt bekeken of beluisterd op afwijkingen, wordt de andere groep uitgelegd hoe een vragenlijst moet worden ingevuld. Een vragenlijst waarop onder meer de voorkeur kan worden vermeld voor indeling en functie. En uit de schriftelijke testen zal ook moeten blijken of op die voorkeur kan worden ingegaan. De keuringuitslag, geschikt. Je body zit goed in elkaar, proficiat. Ja, je moet allerlei dingen doen, plasje meten, kijken. En op laatste ga je dan naar een psychiater of psycholoog, of ik weet niet eens. Een bril bijvoorbeeld, dan kon je al niet meer bij de MACC. Eén kamertje en dan kwam iedereen binnen. Kennismaking, gesprek, het kamertje daarnaast uitkleden en het kamertje daarnaast begon het feest. Hoofdomvang werd opgemeten, niet onbelangrijk. Anders, als je een te groot hoofd had, werd je afgekeurd omdat ze geen helm in je maat hadden. Die keuring is van groot belang. Want we mogen niet uit het oog verliezen dat je onder andere gekeurd wordt voor je eigen veiligheid. Om nog maar niet te spreken over de veiligheid van anderen. Het mag later niet gebeuren dat je iets overkomt dat voorkomen had kunnen worden door een betere keuring. Dat risico mogen we niet lopen. Het zou onverantwoordelijk zijn. Keel, hart, longen, ogen. Ach, je kent al zo'n keuringsonderzoek. Maar daarnaast wordt bijvoorbeeld ook nagegaan of je oren wel prima in orde zijn. Wanneer werd je nou geschikt of ongeschikt bevonden voor de dienstplicht? Ernstige platvoeten. Een rug die niet recht is, gezichtsscherpte die onvoldoende is, te dik. En zat dat ook voor als je heel klein was? Ja. Hoe lang moest je zijn? Wat moet ik even nadenken? Ik dacht dat de grens 1,70 meter was. Echt waar? Nee, sorry, 1,55 meter was. 1,55 meter, ja. Oké. Okay. En was je kleiner, dan was je ook ongeschikt? Ja. Ja, maar dan kan je toch ook niet functioneren in dienst, als je zo bent. Nee. Kun je geen auto's rijden? Je kan geen auto's rijden, je kan geen geweren dragen, je kan nergens bij, je moet voor alles opgetild worden. Dat kan toch niet? S5 is denk ik wel de bekendste uitslag van die ABOSIS-methode. We kennen het vooral vanwege die stoere verhalen van mannen die deden alsof ze gek waren en daarmee ook onder de dienstplicht uit wisten te komen. Maar er waren ook genoeg jongens die volgens de regels van het ministerie van Defensie terecht S5 kregen. En vaak nog tijdens de eerste dienstweken. Nou, je ziet het wel. Hier staat GV. Geestelijke verzorging betekent dat. En ik zie tot mijn grote verrassing dat mijn kamer nog steeds hier aanwezig is. Ik werkte hier dus in 1988, een kleine 25 jaar geleden, als legerpredikant. Nou, S5, dat is toch eigenlijk wel concentratieproblemen, geheugenproblemen. Je gedraagt je als een zombie, agressiviteit, zeer kort lontje. 25 jaar geleden hing dat er al. Dit was mijn kamer, hier stond een bureau, het was gezellig aangekleed. Hier voerde ik dan de gesprekken, ook met de mensen die uiteindelijk S5 kregen. En hier zat de maatschappelijke werkster van Dikkie, ja. Oh, sorry. Er wordt natuurlijk enorm aan je leven geschud als je uit de burgermaatschappij zo in zo'n totalitaire institutie rolt. Met alle mechanismen die daar werken. Met het gedril en gedoe. Met de discipline die bijgebracht wordt. Noem maar op. Dus dat brengt een heleboel teweeg. Nou, mensen weten dan heel snel toch je te vinden. Ze wisten dat ze veilig waren, want je had ook een vrijplaats. Dus het was zo dat je geen doorgeefluik naar de commandant was.
maar dat je echt een vrijplaats was voor iedereen die in alle veiligheid met je wilde praten. Ik ben afgekeurd vanwege S5, vanwege mijn homoseksualiteit. Ik kreeg op een gegeven moment een oproep om naar Utrecht te komen bij de keuring. En ik had een gesprekje. Ik kan me daar eigenlijk overigens niet zo gek veel meer van herinneren. Behalve dan dat ik een gesprekje had met iemand. En in dat gesprekje kwam mijn homoseksualiteit te sprake. Daar had ik ook zelf wel een beetje op aangestuurd, want ik wilde ook mezelf af laten keuren. En toen, nou, dat missie geslaagd, want op een gegeven moment kreeg je een soort van slotbijeenkomst waar iedereen te horen kreeg wat er aan de hand was. Maar bij mij was het allemaal hartstikke duidelijk, want mijn naam werd afgeroepen en werd meteen gezegd afgekeurd vanwege homoseksualiteit, S5. Dus toen dacht ik van, oh, dat is toch weer een speciale behandeling kreeg ik. En, dat was grappig gevolg dat iedereen natuurlijk meteen wist wat er aan de hand was. In eerste instantie vond ik dat heel vervelend, maar achteraf gezien denk ik van, oh, dat is eigenlijk wel grappig geweest. Want in de trein kwam ik toevallig te zitten met een jongen die ook op die keuring geweest was. En die kwam bij me zitten en die kwam een kletspraatje maken. En die vertelde dat zijn oom homoseksueel was en dat hij regelmatig met zijn oom uitging in Nijmegen en in Arnhem. En die nodigde mij uit om meteen maar even mee te gaan na afloop van het treinreisje terug. Zo ben ik in Arnhem voor het eerst in een homokroeg terechtgekomen dankzij de afkeuring van S5. Dat was een totale afkeuring en was je ook nergens meer geschikt voor. Ik moet er overigens bij zeggen dat in die tijd dat S5 een beetje als dreigement werd gebruikt, omdat dat zeker bij sollicitaties toch wel als bezwaarlijk werd aangetekend. Ja, dat je afgekeurd kon worden wegens dat je een beetje maloot aan het worden was. Men riep toen al S5, dan ben je knettergek en dan hoef je zeker niet in dienst. Dat is ongeveer wat me bij is gebleven. Je moest wel sterk in je schoenen staan om je zo afwijkend te gedragen dat je in aanmerking kwam voor het zogenaamde S5. Dus botweg tegen mensen aanlopen en zo. Mensen die bij het RIAG liepen, die ook psychiatrische achtergronden hadden. Nou, dat was vaak toch een sterke problematiek. Waarin ik ook verwees overigens naar de psychotherapeut of de psychiater. En waar dan de bevestiging kwam van deze jonge man is niet geschikt om onder druk binnen de dienstplicht te leven. Dus die moeten we S5 geven. S5 had een consequentie voor mensen. Want als je naar je werkgever ging en je had geen dienstplicht vervuld, dan ging de werkgever verder kijken, waar lag dat aan? En dan kwam je er dus achter dat de man S5 had, ja, dan kon je die baan wel vergeten. Dat is natuurlijk bij een aantal, zeker bij overheidsinstellingen, het geval geweest. Andere banen wat minder, dus dat lag er was een hele divergentie op dat gebied. Maar ja, dat was er wel en het beperkte je wel in de mogelijkheden. In die tijd was het gebruik dat mensen die homoseksueel waren, werden min of meer automatisch afgekeurd vanwege S5. Ze werden geacht niet stabiel genoeg te zijn om in groepen te kunnen samenwerken of überhaupt niet stabiel genoeg te zijn om het Rijk te kunnen dienen in tijden van crisis en oorlog. En je kreeg dan automatisch S5 en S5 was zo'n beetje het ergste wat je kon krijgen op dat gebied. Eigenlijk was je dan al psychiatrisch zoiets. Want in die tijd was overigens homoseksualiteit werd ook gezien als een soort van psychiatrische stoornis. Volgens de klassificatie van de psychiaters was homoseksualiteit ook een afwijking. Bijvoorbeeld mensen die er tijdens hun diensttijd achterkwamen dat ze homoseksueel waren, of waarvan de meerdere erachter kwamen dat ze homoseksueel waren, die kregen alsnog een herkeuring. Die werden alsnog uitgeflikkerd. En dat was een procedure die heel wat minder vrolijk was dan even naar Utrecht op en neer en daar voor de troep in de zaak gezet worden. Want dat kon gepaard gaan met opname, verplichte opname ergens. Hoe lang is S5 gebruikt om homoseksuelen te weren uit het leger? Ik moet dan even diep in mijn geheugen graven, maar ik denk ongeveer tot 1978. En daarna mochten ze gewoon wel. In uw tijd is het niet meer voorgekomen. Ze werden er in ieder geval niet ongeschikt voor verklaard. Dat mocht niet meer van de Tweede Kamer. Ja. En toen kregen ze dus in plaats van S5, om dat maar te gebruiken,
S3 en dan werden ze nader bestemd tot buitengewoon dienstplichtigen. En dan hoefden ze dus niet in dienst. Oké. Een soort tussenoplossing, zeg maar. Ja. Ja. Nou kennen wij S5 van die stoere verhalen en gekke verhalen. Kwam u die nou ook tegen? Nou, bij de keuring niet of nauwelijks, meestal na opkomst. Heeft u een mooi voorbeeld? Nou, er waren, er was die jongen die had notarieel recht gestudeerd. En die moest dus ook in dienst, die had er dus helemaal geen zin in. En die is daar verschrikkelijk tekeer gegaan op die kazerne waar hij opgeroepen was. Heeft zich daar op een verschrikkelijke manier misdragen. En dan ben je dus een kruis voor de commandant. En die denkt dan gauw van, eruit met die vent. Want die verpest de sfeer in mijn hele compagnie. Ja, maar dat gebeurt dan op S5. En dan gaat hij naar een keuringsraad. Want dan zit hij in dienst. En dan zegt de keuringsraad, jij bent ongeschikt. Om psychische redenen. En er is altijd is dat S5 blijven heten. Afgekeurd worden op S5. Dat waren vast wel jongens die dat wel wilden. Om eronderuit te komen. Een maatje van me waarmee ik sportte in de opleiding. Die had heimwee naar huis, zei hij. En die heeft gedaan alsof hij niet kon zwemmen en daar is hij afgekeurd, uiteindelijk. Wij riepen wel eens een keer tegen elkaar dat we S5 gingen aanvragen als we geen zin meer hadden. Dat wil zeggen in die tijd dat je geestelijk totaal niet geschikt was voor de militaire dienst. Dus die gingen allerlei rare dingen doen, met bezemstelen rondlopen, dwars door allerlei dingen heen. En om aandacht te vragen en op een gegeven moment is het bij sommigen misschien wel gelukt. Maar dat soort dingen kan ik me dus nog herinneren uit die tijd. Ja, wat ik later begrepen heb is dat het gewoon betekent dat je totaal ongeschikt bent voor de legertucht. Voor het legerleven in principe. Heeft het gebruik van die Abosus-methode tot het einde van de dienstplicht goed dienst gedaan? Nou ja, we waren in die tijd wel erachter gekomen dat er toch eigenlijk een hele grove indelingsmaat was. Dus er waren toen allerlei groepen aan het werk om een ander indelingssysteem te maken voor de dienstplichtigen. Maar dat was niet meer nodig? Het was dus niet meer nodig. Ja. En wanneer ben ik daarmee opgehouden met dit werk? In 88. Ja, toen is het nog een tijdje doorgegaan, maar... Nou, ik was er niet echt blij mee. Ik vond het ook te grof. De Abosus-methode was voor u? Vond ik te grof. Te grof. Er werd namelijk gekeken naar wat je niet kon. En er werd eigenlijk niet gekeken naar wat je wel kon. Dus wat u betreft was het eigenlijk zinvoller geweest om een methode te bedenken. Te bedenken van wat kan deze persoon wel? Ja, dat vind ik belangrijker dan wat kan die niet. Waar is die goed in? Nu was het eigenlijk een beetje een indeling op negatieve gronden. Ja. Je hebt wat, dus dan moet je ook maar een mindere functie krijgen. Als dat nou terecht was, ja of nee, daar dacht eigenlijk niemand over na. Hier, Romeo, terugkeren naar checkpoint 35. Uit. Dit was de eerste aflevering van Geef 8 over de keuring. Volgende week zijn we weer paraat. Dan gaat het over de opleiding van de dienstplichtigen.